Suriname heeft een overmaat aan personen die te kampen hebben met hoge bloeddruk of suikerziekte en die kunnen leiden tot hart- en vaatziekten. Daarom heeft Lions Club Kommewijnen in samenwerking met de mobiele oogpolie van Suriname Eye Center een gezondheidsproject uitgevoerd op polie van de regionale gezondheidsdienst Suriname, de RGD, te Meerzorg. Tijdens dit project werden 120 bewoners in de gelegenheid gesteld gratis onderzocht te worden op risicofactoren. Lions bestuurslid Roy Mohan zegt dat het voor de organisatie belangrijk is om gezondheidszorg ook voor de bewoners van Kommewijnen toegankelijk te maken. Dat de preventie heel belangrijk is voor ons en dat de kosten daarbij in de zorg laag gehouden worden. We zien namelijk hoe hoog de kosten zijn, zeker als de huisarts daarmee dus betaald wordt, de tweede lijn betaald wordt, het ziekenhuis, het labpersoneel. Allemaal dus die daarbij betrokken zijn, waardoor de kosten hoog oplopen. En wat we ook willen bereiken hiermee, dat de mensen zeg maar lokaal in hun woonomgeving bezocht worden door de diensten. En daarmee proberen we dan de dienst, de zorg een beetje dichterbij te laten komen bij de mensen. Maar ook dat de toegankelijkheid en de bereikbaarheid dus ook zeg maar verbeterd wordt. Het laten onderzoeken van hoge bloeddruk en suikerziekte heeft ook als voordeel het beschermen van de nieren, meent Mohan. Gezien de stijgende gevallen van nierziekte is het zaak dat er niet lichtelijk omgegaan wordt met de factoren die leiden tot het aantasten van de nieren. Dat de preventie heel belangrijk is voor ons en dat de kosten daarbij in de zorg laag gehouden worden. We zien namelijk hoe hoog de kosten zijn, zeker als de huisarts daarmee dus betaald wordt, de tweede lijn betaald wordt, het ziekenhuis, het labpersoneel. Allemaal dus die daarbij betrokken zijn, waardoor de kosten hoog oplopen. En wat we ook willen bereiken hiermee, dat de mensen zeg maar lokaal in hun woonomgeving bezocht worden door de diensten. En daarmee proberen we dan de dienst, de zorg een beetje dichterbij te laten komen bij de mensen. Maar ook dat de toegankelijkheid en de bereikbaarheid dus ook zeg maar, verbeterd wordt. Mohan stelt dat de verzamelde data geanalyseerd zal worden. Met de resultaten zullen preventieve maatregelen worden getroffen, zoals het uitvoeren van verschillende bewustwordingsactiviteiten.